en welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeter. En we gaan snel door naar vraag 7. Simpelweg omdat ik nog maar 10 minuten heb om alles te filmen. En dan moet ik er echt vandoor. Goed, de vraag 7 vraag is: een vrouw kijkt naar zichzelf in de spiegel. Geef op de uitwerkbijlage aan welk deel ze van zichzelf kan zien. Goed, mocht je je afvragen hoe ga je dat ooit doen, dan is het makkelijkste om te zeggen, bijvoorbeeld, dit stipje hier is het oog van de vrouw. En dat oog, als ik nu een rechte lijn ga trekken naar de spiegel toe en ik trek hem naar de andere kant precies even ver. En zoals ik al zei, ik doe dit op het oog. Ik doe dit niet met meetlinten, met wat dan ook. Want ik heb geen geodriehoek die ik op mijn scherm kan gebruiken. Maar wat ik wel kan zien, of kan zeggen, is nu haar hoofd aan de andere kant. Hier, kijk, haar hoofd aan de andere kant. Haar oog zit op die plaats. En haar spiegelbeeld kan dus kijken door de spiegel heen. En als zij door de spiegel heen kijkt, dan kan ze in de spiegel dus dit hele stuk van haar hoofd zien. Check hem eventjes zelf met hoe je het precies meet. Denk er ook aan dat het altijd gaat om loodrecht en vanaf de voorkant van de spiegel. Dus het stuk dat nu nog zwart is, is het deel dat je moet gebruiken. Niet de achterkant. Trouwens, dat is verzilverde spiegels, blabla. Goed, maakt niet uit, dat was hem. Dit is het snelst mogelijke beste antwoord. Door naar de volgende vraag.